dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik heb vandaag een studietips video voor jullie. Aangezien mijn tips voor het eindexamen video heel erg goed door jullie werd ontvangen. Die ik meer dan een jaar terug maakte. Die werd ook nu weer heel erg veel bekeken rondom de eindexamentijd. Dus ik dacht, waarom maak ik niet ook gewoon een studietips video? En ik dacht, ik doe hem nu, want het schooljaar is nu net begonnen voor de meesten. Of jullie gaan net deze week of volgende week naar school. Dus ja, ik dacht dat is de perfecte timing. En ja, laten we maar gewoon gaan beginnen, want ik hou zelf ook niet van lange intro's. Mijn eerste tip is om georganiseerd de werkplek te hebben en om je spullen gewoon netjes en georganiseerd te hebben. Het is namelijk zo dat wanneer jij al je spullen niet kan vinden wanneer je van een toets gaat leren, omdat je weet ik veel hoeveel losse blaadjes in je tas propt, dat is gewoon niet handig. Dan ga je niet goed kunnen leren voor jouw toetsen. En wanneer je een drukke werkplek hebt, word je telkens afgeleid, heeft geen nut. Zorg ervoor dat je een schoon bureau hebt. Geloof me, ik heb 9 van de 10 keer geen netjes opgeruimd bureau. De helft van de tijd ligt al mijn make-up erover verspreid met mijn kasten. Mijn schoolboeken liggen bezaaid. Mijn MacBook ligt er. Eigenlijk al mijn spullen liggen er gewoon overal over het bureau heen verspreid. Maar wanneer ik een toetsweek had, dan werd alles gelijk opgeruimd. En zorgde ik voor een mooi schoon bureau, zodat ik daar netjes aan kon gaan zitten werken. Want een nette werkplek en nette opgeruimde spullen zorgen gewoon dat jij veel beter kunt leren. Mijn tweede tip is om samenvattingen te schrijven. Iets wat ik vroeger altijd deed voor ieder vak was een samenvatting schrijven van de leerstof. En dat deed ik dan gewoon door de hoofdstukken door te lezen. De kernwoorden schreef ik op en de betekenis van die kernwoorden schreef ik eronder. Daarnaast schreef ik gewoon de hoofddingen uit de tekst op. Je moet dus wel een beetje kunnen snappen zeg maar wat de hoofdzaken zijn en wat de bijzaken zijn. Ik had ook vriendinnen die dat niet konden en dan werd de samenvatting gewoon echt langer dan de leerstof zelf. En dat vond ik best wel knap eigenlijk. Maar goed, ik ben daar zelf heel goed in. Dus hoofdzaken opschrijven, kernwoorden, belangrijke woorden waarop je gewoon kan worden getoetst opschrijven. En op die manier heb je een samenvatting. Highlight daarin ook weer kernwoorden en belangrijke zinnen. Zodat je vlak voor je toets, als je nog even wat wilt nakijken, makkelijk en snel kunt opzoeken waar je ook weer was. En wanneer je die samenvatting eenmaal hebt, dan hoef je alleen de samenvatting nog maar te leren. En niet je hele boek meer. Dus dat scheelt je heel veel tijd. Stap 3 is om to-do-lijstjes te maken. En zeker wanneer ik een drukke periode heb, met school, met mijn paard, met werk, met mijn blog, dan zorg ik ervoor dat ik to-do-lijstjes maak. Ik maak voor iedere dag to-do-lijstjes. Ik maak ze de avond van tevoren of ik maak ze zelfs voor de hele drukke periode vooruit. Ik schrijf op wanneer ik naar mijn paard moet, wanneer ik naar school moet, wanneer ik moet werken. Ik schrijf op wanneer ik deadlines heb en vervolgens ga ik inplannen wanneer ik tijd heb en wanneer ik wat ga doen van wat ik moet doen. Stel nou, ik heb toetsweek en ik heb 7 verschillende toetsen. Dan ga ik dus alvast een paar weken van tevoren bedenken wanneer ga ik de samenvattingen voor welk vak schrijven. Zorg ervoor dat je ongeveer een week van tevoren klaar bent met die samenvattingen. Zodat je de week erop gewoon rustig aan de andere vakken gewoon kan leren vanuit die samenvattingen. En dat je niet nog moet stressen van, oh, ik moet de samenvatting nog maken en daardoor moet ik de samenvatting nog leren. En ik moet nog de woordjes leren en ik moet nog dat. Dat gaat niet werken. Zorg ervoor dat je to-do-lijstjes maakt, zodat je gewoon een goed georganiseerd lijst hebt. Zo van, dit moet ik doen, dit moet ik doen. Ik heb er zoveel tijd voor. En op die manier heb je gewoon veel meer rust in je hoofd. En dat leert zoveel makkelijker. Mijn vierde tip is het gebruiken van highlighters. Ik liet het ook al even weten in mijn lifehack video. Maar ik ben gewoon gek op het gebruiken van highlighters. Ik bedoel, het is zo makkelijk. Ze vallen gelijk op. Wat ik al zei, ik gebruik het in mijn samenvattingen voor kernwoorden en kernbegrippen en dat soort dingen. Zodat je makkelijk iets kan vinden. Maar mocht je nou een studieboek hebben waarin je mag tekenen of kleuren of wat dan ook. Of een stencil krijgen van je leraar waar de leerstof op staat. Highlight daarop vooral de belangrijke dingen. Dit helpt je weer later met leren. Het helpt je met het schrijven van je samenvatting. Omdat je makkelijk kan vinden waar ook alweer die hoofdzaken stonden. En ja, het helpt je gewoon op zoveel manieren. Nog een tip is om highlighters te gebruiken in je agenda. Ik zelf werk graag met kleurcoderen. Dus ik heb bijvoorbeeld de tijden dat ik werk in het blauw gemarkeerd. Mijn belangrijke toetsen in het geel gemarkeerd. Wanneer ik naar mijn paard moet in het groen. Op die manier heb je gewoon makkelijk overzicht. En weet je gewoon precies waar wat voor staat. Mijn vijfde tip is om je leerstof hardop voor te lezen. Het helpt gewoon veel beter als je het niet alleen gewoon leest, maar dat je het ook hardop zegt. Op die manier sla je hersenen het op de een of andere manier veel makkelijker op. Het ziet er misschien een beetje debiel uit, dus ik zou het niet doen midden in een openbare ruimte of zo. Maar als jij gewoon thuis op je kamer aan het studeren bent, pak je samenvatting erbij. Lees hem hardop aan jezelf voor. Herhaal dingen. Als je op de volgende pagina bent, bedenk je, wat was ook alweer dat woord van de vorige pagina en wat was de betekenis? Kijk nog even terug. Zeg het allemaal hardop en op die manier ben je jezelf ook een soort van aan het overhoren. En dat werkt gewoon ontzettend goed.
De zesde tip is om de leerstof aan iemand anders uit te leggen. Ga samen met iemand anders studeren en zorg ervoor dat jullie ook echt gaan studeren en niet gewoon met z'n tweeën gezellig gaan zitten kletsen in plaats van dat jullie gaan zitten leren, want het heeft ook geen nut. En zorg ervoor dat je elkaar dingen uitlegt. De dingen die jij lastig vindt, kan jij haar uitleggen. En de dingen die jij lastig vindt, kan degene ook jou weer uitleggen. Mocht je nou geen studiemaatje hebben, dan kan je natuurlijk ook je ouders gaan uitleggen wat je hebt geleerd. Zeg ze dat het je helpt met leren en ga ze gewoon uitleggen wat jouw stof was. Bijvoorbeeld voor biologie. Ga ze uitleggen wat alle onderdelen van een cel zijn en wat er allemaal zit. Bijvoorbeeld een dierlijke cel. Waar zit de celkern? Hebben ze cytoplasma? Dat soort dingen. Ga het gewoon uitleggen en op die manier kun je jezelf gewoon overhoren op de een of andere manier. En op die manier heb je zelf door of je de leerstof goed begrijpt. Want als je het iemand anders kan uitleggen, dan betekent dat jij de leerstof dus beheerst. En de zevende en laatste tip is denk ik van iedereen wel de favoriet. En dat is om pauzes te nemen. Het is niet handig om 5 uur achter elkaar alleen maar in dat boek te zitten en te leren en alles te stampen. Want op een gegeven moment nemen je hersenen gewoon niks meer op. Zorg ervoor dat je echt niet te lang achter elkaar leert. Het langste wat ik meestal deed was toen ik voor mijn examens aan het leren was. Dat was het oefenen van de examens. En ik wist dat ik op het examen zelf zo'n 2,5 à 3 uur lang had voor een examen. Dus ik heb mezelf toen ook gewoon getraind om me zo lang te kunnen concentreren. Dat heb ik gedaan door oefenexamens te maken. En daar gewoon inderdaad 2,5 à 3 uur voor te gaan zitten. Geen telefoon, helemaal niks anders wat me kon afleiden. En gewoon 2 à 3 uur lang gewoon echt concentreren op die toets. Daarna nam ik 1 à 2 uur pauze voordat ik weer met het volgende vak verder ging. Dus zorg ervoor dat je echt niet langer dan dat bezig bent. Ben je nou niet voor je examen aan het leren? Heb je nou niet van die toetsen die zo lang duren? Dan zou ik zeggen leer 1, hooguit 2 uur achter elkaar. Neem pauzes, maar neem wel gewoon korte pauzes tussendoor. Niet langer dan een half uurtje zou ik zeggen. Ik neem meestal pauzes van ongeveer een half uurtje aan een uur. Het ligt er natuurlijk ook aan of je al de hele dag aan het leren bent. Hoeveel je aan het leren bent. Wat je aan het leren bent, want voor woordjes stampen is toch iets anders dan bijvoorbeeld scheikunde kunnen snappen, zeg maar. Maar goed, zorg er dus voor dat je pauzes neemt, maar overdrijf het niet en ga niet een half uurtje leren versus 3 uur pauze. En dan waren dat de tips. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad. Doe dan vooral even een duimpje omhoog voor deze video. Mocht je nou nieuw zijn op mijn kanaal, abonneer je vooral. Krijg je 2 keer per week een nieuwe video van mij te zien. En ja, veel succes dit schooljaar. Ik ga zelf ook weer studeren, dus ik ben heel erg benieuwd hoe het mij gaat bevallen. En ja, tot de volgende video. Doei doei!